I come from Bargteheide. It's between Lübeck and Hamburg. Okay. 5 hours with a car. And now we're here in the Netherlands. How are you doing? Is the walking trip going well? I'm going here 4 days, 20 kilometer. Yes. And are you doing well? Is it going well? I'm 63 years old. It's fantastic. I think the finish is not so long. Yes. It's kind of close. You're almost done. What are you going to do when you're finished today? Are you going to sleep? No, I want to see the coast, Nordwijk. Last evening I was there. Okay. With my e-scooter from my camping place, from my tent. Go with the e-scooter to... Yeah. And it was fantastic. I'm happy to see it now in the normally light. and what do you think of the places that you walk through? Do you think it's beautiful? I look for many flowers, but not so much flowers. It's not really the season. Yes, it's okay. So, yeah. And have you met any other Germans yet? No. But are you an experienced walker? You told me that you also did the Nijmeegse Vierdaagse. Yes, right. You can see it. Yeah. There's a little flag here. Yes, I love Holland. Kunnen jullie mij uitleggen, hoe zijn jullie gekleed? Wij zijn gekleed in het roze en we noemen onszelf de wandelteefjes. Want ja, je moet toch een beetje opvallen, hè, als je de Vierdaagse loopt. Ja, precies. Want waar komt de inspiratie vandaan voor deze outfit? Ja, je hebt wendelteefjes en je hebt wandelteefjes. Dus we dachten, nou, laten we maar de wandelteefjes doen. Ja. In het rol. We wilden een naam graag en die moesten we verzinnen. En je hebt natuurlijk allemaal kleding aan, dus we dachten, we doen een sjerp. Dan valt die altijd op. Nou, en het petje valt ook op, hè. En die staart vind ik ook wel leuk. Ja. En krijgen jullie dan ook nog een beetje reacties van de medewandelaars? Zeker krijgen we reacties, dat we er leuk uitzien. Nou ja, goed, wie wil dat niet, hè? En wij willen ook heel graag dat Ademas veel geld ophaalt. Dus daar lopen we ook een beetje voor, hè? Want waarom? Ik heb helemaal oorbellen gedaan. Mijn hartjes oorbellen voor Ademas. Ja. Want waarom vinden jullie dat belangrijk? Ademas is natuurlijk een heel goed doel voor mensen die moeten omgaan met kanker. En helaas hebben we daar allemaal wel eens mee te maken in ons leven. Dus belangrijk doel. Ja, heel belangrijk. En hoeveel kilometer wandelen jullie deze week? 15. 4 keer 15. En gaat het een beetje goed met de regen ook? Het gaat perfect. Vorig jaar hadden we veel meer regen, dus we draaien ons hand er niet voor om. Jullie zijn helemaal happy. We zijn helemaal happy, hoor. En we houden vol, want we doen het voor de lol.